zag ze dan af en toe kijken van, ja, waar heeft dit over? En klopt het nou inderdaad precies wat hij zegt? De Leize presenteert 4 zeer kritische consumenten die eten voor 2. 5 producenten en een spervuur aanvragen over hun product. Besef dat ik streng ben geweest. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Ik weet in feite alles van onze eigen producten, dus ik ben benieuwd wat me te wachten staat. Dit is de zwangerschapstest. Hallo. Ik kwam binnen met mijn producten en ik zag er opeens 4 vrouwen zitten. Ja, ik wist niet zo goed, moest ik nu wat gaan zeggen of gingen zij mij een vraag stellen? Het was redelijk ongemakkelijk inderdaad. Ik ben Sjaak en ik ben werkzaam bij The Chocolate Family. Sjaak van de chocoladefabriek. Quel métier, quoi. Voilà. Wij produceren deze heerlijke Belgische chocolade. Welkom hier bij The Chocolate Family. Wij zijn een producent van allerlei verschillende chocoladeproducten. We zijn een familiebedrijf en daarvoor zorgen wij dat wij elke dag fantastische Belgische chocolade maken. Samen met onze fantastische medewerkers. Onze missie is ook creating as many chocolate smiles as possible. We hebben 2 fabrieken in België. 1 in Essen, ten noorden van Antwerpen. En 1 in Vichten, bij Kortrijk in de buurt. La première chose, je suis très contente si je vois que c'est production belge. Il y a cette fierté de se dire, eh ben, je vais acheter un produit belge. C'est meilleur que le suisse ou l'italien. De cacaobonen komen eigenlijk bijna allemaal uit West-Afrika. Er gaat een proces aan vooraf, het drogen van de cacaobonen. En dan wordt het uiteindelijk in zakken gestoken. Ook daar wordt het weer gecontroleerd. Worden die boeren daarvoor eerlijk betaald? Wij doen mee aan een duurzaamheidsprogramma, waardoor we een extra premie betalen. En dat dan ook uiteindelijk terechtkomt bij de boer. Est-ce que vous faites travailler des enfants pour le produire? Nou, daar zijn wij natuurlijk als hele keten zeker op tegen. Als het gezegd wordt dat het een eerlijk product is, dan heb ik ook wel graag dat de waarheid is. Ja. Wij kunnen alleen maar het logootje dat erop staat vertrouwen. Ik heb thuis ook kinderen zitten die ook zeer kritische vragen kunnen stellen. Dus wat dat betreft heb ik wel enige ervaring in dat soort vraaggesprekken. Duurzaamheid, dat wil dus zeggen dat er eerlijke handel is, dat er geen kinderarbeid is. En op die manier zorg waar iedereen van kan profiteren, maar waar inderdaad ook gewoon op een eerlijke manier gewerkt wordt. Quelle est votre politique d'emballage? Consumenten willen graag zien wat ze kopen en vandaar dat het in doorzichtige zakjes wordt gepresenteerd. Maar het helaas is niet biologisch afbreekbaar, de verpakking? Nee, nog niet. Nog dat is wel iets waar we naartoe zouden willen. Er bestaat inmiddels wel composteerbaar plastic. Ja, als dat korter houdbaar is dan de producten, dan is dat op dit moment nog niet een juist alternatief. Maar goed, ook daar wordt aan gewerkt. En waarom is er à l'heure actuelle il y a encore des colorants dans votre chocolat? Ja. Het moet niet oranje zijn voor mij. Ja, oké, voor kindjes, maar chocola. Ja. Lekker. Kleur is ook leuk. En we werken daarom ook echt alleen met natuurlijke kleurstoffen. Zolang het van vruchten komt of van een wortel, ja, dan zien wij ook niet in dat het slecht is. Parce qu'on mange aussi avec les yeux. Ja, dat is waar. En als ik met een gerust hart mijn producten aan mijn eigen kinderen kan geven, dan moet het goed zijn. Donc vous êtes fier de votre chocolat. Ja, zeer, zeer trots, ja. Ça nous donne la possibilité de plus faire ce compromis. D'avoir vraiment un produit qui qualitativement, gustativement et éthiquement répond à tous les critères. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée et ça date pas d'il y a beaucoup d'années. Non, c'est vrai. Jacques, sois pas timide, viens t'asseoir près de nous avec le chocolat. Zeker weten. Viens ici. Il y en a pas assez dans son petit plat pour nous quatre. Il y a toujours un goût gevoel bij Het was lekker. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik vind het altijd leuk om over onze eigen producten te spreken. Dat doe ik met vol trots. En als daar af en toe een kritische vraag over gesteld wordt, is dat helemaal niet erg. En dan geven we daar op een eerlijke manier antwoord op. Reviens, Jacques, reviens. De Leize. Mee met het leven.